goeiedag mensen. We zijn even onderweg naar de Gallengal. We gaan even een paar biertjes halen. Het is toch even gezellig in de tuin. Ik krijg zo visite. We hebben een paar tompoesjes meegenomen. Voor de mensen op straat. We willen toch een kleinigheidje weggeven namens Alex Sosse. Ik ben geen koning Willem-Alexander. Die laat het afweten vandaag. Die geeft heel weinig weg. Geen feestje dit jaar. We parkeren natuurlijk als altijd gewoon voor de deur bij de Gal en Gal. Demi, loop je even mee met papa? Neem maar die tompoes ook al mee? Ja, neem maar mee. Kom maar even mee. Ja. Mijn favoriete winkel van het plein. Kom er bijna nooit, maar ja, doe maar. Zo, dat vindt je moeder wel leuk. Oh, wat vast. Uitdagen, even een flesje wijn. En heb je zo'n met die kleine flesjes bier? Nee, die heb ik niet. Oh, doe dan maar 2 sixpackies. Ja? Ja, als je, geen halve liters. Een beetje tokkie, hè? Zo zie ik er wel uit, maar in mijn hart ben ik gewoon een schaapburger, hè? Ja. Hey, ik wou ook nog iets aanbieden namens de coöperatie. We hebben oranje tompoesjes, we hebben een foto erop. Nou, koning Willem-Alexander laat het afweten. En bij deze wil ik jou toch eentje aanbieden, maat. Hartstikke leuk, lekker. Ja. Wilt u ook eentje, mevrouw? Ja, dank u. Echt niet? Ze zijn heel lekker, ik heb net eentje geproefd. Hoe kan ik dit makkelijk pakken? Ik zou hem hier op zo'n papiertje zetten. Ja. Kijk eens. Pak ik hem hier in het hoekje. Hé, hey, hoe vind je die foto erop? Geweldig, hè? Mooi plaatje, hoor. Ja, dacht ik. Nou, ik wens jou in ieder geval een fijne dag. Ik zou even afrekenen met jou. Of kan het op mijn lopende rekening? Ja, nou, gelukkig hebben we nog een beetje geld, hè. Kijk eens, maat. Ja, dankjewel. Het leven is mooi, hè, als de zon schijnt. Nou, wordt het wel we maken er toch nog een beetje een leuke koninginnedag van, hè? Ja, zeker. Oké, okay, dan. Alsjeblieft. Helemaal top. Echt niet van zonnetje. En je weet het, alles kan kapot, behalve mij. Wus! Ja. Oeh.